Facebook ondergaat een heuse transformatie, zo kondigde Mark Zuckerberg onlangs aan, het sociale. 16 op 43.475 wil je altijd en overal al als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws op Soccer News. Download. 14 voor 4 smiddags 41 Heracles Almelo verdediger Robin Preuper loopt momenteel stage bij de hoofdsponsor. 7 voor half 8 s'avonds 3 Jupiler League koploper NEC Nijmegen zou zich voor volgend seizoen willen versterken met een jongen. 14 over 7 s'avonds 12 Manchester City gaat komende zomer waarschijnlijk een Nederlands talent verliezen. 2 over 7 s'avonds 25 Paris Saint-Germain moest het logischerwijs ook vandaag weer stellen zonder de grote ster Neymar. 9 voor 7 s'avonds 7 Heel Engeland hield bang zijn adem in toen Harry Kane afgelopen weekend een blessure aan de enkel. 10 voor 7 s'avonds 5D kleiner dan span groter dan in Rotterdamse bouwvakkers eerder deze week een Feyenoordvlag ophingen aan 1. 18 op 34.337 na de winterstop werd Alexander Buetner door coach Henk Vrezer uit de selectie gezet omdat hij niet. 3 voor half 7 s'avonds 20 Bayern München won het thuisduel met Besiktas met 5-0, dus een return is slechts een formaliteit. 6 voor half 7 s'avonds 6 VVV Venlo kan zich komend weekend definitief veilig spelen, een geweldige prestatie voor de. 16 over 6 s'avonds 78 een WK voetbal in Nederland blijkt nog wat ver weg, maar in 2026 wordt mogelijk het. 5 over 6 s'avonds 51 het zijn spannende tijden rondom Feyenoord, niet per se vanwege het voetbal, maar meer om al het. 6 voor 6 s'avonds 29 KRC Genk zet hoog in op zijn jeugdopleiding en dat leverde de Belgen al heel wat talent. De 17 op 42.106 Matteo Cachera is deze maand aan de beurt om blogs te schrijven op de website van Ajax in deel. Half 6 s'avonds 23 Paris Saint-Germain kwam in het duel met laagvlieger Angers SCO al vroeg op voorsprong dankzij. 7 voor half 6 s'avonds 15 zelf is Nicola Jurgensen inmiddels getrouwd met een beeldschone Deense, dus de dating-app Tinder. 11 over 5 s'middags 0 na afloop van de 1-2 nederlaag tegen Sevilla en dus de uitschakeling in de Champions League kreeg. 23 op 44.318 het bereiken van de Champions League wordt voor Nederlandse clubs steeds moeilijker, dat weet ook. 23 op 34.163 Shakhtar Donetsk werd vanavond in Rome uitgeschakeld door een 1-0 nederlaag. In de slotfase kreeg 23 op 22.258 woensdagavond staat de volgende kraker in de Champions League alweer op het programma, want FC 23 op 11.123 de uitschakeling van Manchester United door Sevilla zojuist is met gejuich ontvangen in de 22 op 44.462 AS Roma is erin geslaagd om de kwartfinale van de Champions League te bereiken, het moest van ver. 10 over half 11 s'avonds 56 het seizoen van Manchester United zit erop. In de Premier League is stadsgenoot City oppermachtig, 22 op 37.123 het doek is gevallen voor Manchester United, invaller Wissam Ben Yedder heeft alweer gescoord en 5 voor half 11 s'avonds 0 Feyenoord en Stadion Feyenoord hebben stellig gereageerd op berichten dat het lint afgegaan zou. 5 voor half 11 s'avonds 74 Wissam Ben Yedder stond nog koud in het veld, maar heeft nu al zijn doelpunt te pakken, de Franse. 8 voor half 11 s'avonds 23 bij Ajax werd hij verguisd en uiteindelijk weggehoond. Daarom tekende Nicolai Boylussen uiteindelijk 13 over 10 s'avonds 65 in januari jongsleden werd Peter Houtman getroffen door een hartinfarct, maar afgelopen weekend. 1 over 10 s'avonds 0 bij zowel het duel tussen Manchester en Sevilla als bij AS Roma tegen Shakhtar Donetsk stond dit na. 1 voor 10 s'avonds 0D kleiner dan span groter dan E verwachtingen liggen straks op het WK bijzonder hoog voor onze buren uit. 11 voor 10 s'avonds 57 vanmiddag werd bekend dat Jurgen Streppel na dit seizoen vertrekt bij SC Heerenveen. Zijn contract 21 op 35.156.